Jij denkt dat je nu gangster bent, maar nog steeds kijkt niemand je video's. Gelukkig heb jij 176 volgers, Nisa. What's up, hoi mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Je kijkt weer naar Space, mijn naam is Mats en ik ben één van de jongens op dit kanaal. Mocht je het concept van Space nog niet begrijpen, elke schooldag een video. Van maandag tot en met donderdag een persoonlijke video en op de vrijdag een groepsvideo. Hartstikke leuk dus en ik ben natuurlijk de donderdag om de persoonlijke video's af te sluiten. Yeah boy. En zoals gewoonlijk hebben we natuurlijk ook elke week een ander thema. In deze week hebben we echt... Nee, het is wel een leuk thema. Het ligt wel gevoelig, jongens. Jullie mochten mij kapot maken. Roosten. Mijn leven ging in ieder geval zichzelf roosten. En omdat ik dat zelf een beetje lastig vind om mezelf te roosten. Leven je, het is natuurlijk gewoon heel erg duidelijk. Bij jou natuurlijk om jezelf te roosten. Omdat eigenlijk dat algemeen bekend is. En ik moet wat meer naar de feiten opzoeken. En dat is wat lastiger. Dus ik heb mijn kijkers gewoon ingeschakeld. En die doen het allemaal voor mij. Ja. Ik heb hier een Instagram post gepost. Gepost. En er stond onder: ik geef jullie 24 uur de tijd om mij te roosten. Mag over alles gaan. De beste roasts komen in de video. En dat hebben jullie goed gedaan. 784 reacties. Ik ga er vanavond op reageren. De eerste is natuurlijk weer echt een super nuttige. En die zegt: je hebt een blobfish kop. Ik moet wel even naar de kapper inderdaad, maar... heb ik een blobfish kop? I don't know, man. Oh, nu weer mijn haar goed doen. Nice. Je bent klein. Dus haakjes. Dit is alleen voor de roos. Je bent wel een coole YouTuber. Nou, Tatje, 2005. Ik heb mijn 12 jaar, dus ik neem aan dat ik net iets langer dan jij ben. Ik ga jullie deze video allemaal terugroosten. Ik laat er niet op inwerken, zoals de andere video's. Omdat ik altijd pispaaltje ben. Nee, grapje, jongens. Je oren zijn kut. Er is altijd nog hoop dat het goed komt. Ja, oké. Okay. Ja. Dit. Ik, Mats. Dat dit goed komt, ja. Dat ik goede cijfers op school ga halen en zo. En dat ik überhaupt een fatsoenlijke baan ga krijgen en zo. Ja. Ja, daar geef ik er gelijk in. Nog dunner dan het pas gesneden plakje kaas bij de kaasboer. Dat is waar. Ja, daar heb ik niks op terug. Ik heb niet echt billen en tieten zoals meiden. En ik ben een jongen. Je bent nooit leuk gevonden door mensen. Dus uit paniek heb je toen maar je wenkbrauw afgeschoren. En zijn ze helaas nooit meer teruggekomen. Ik heb volgens mij prima wenkbrauwen. Ze zijn niet vol, maar ze zijn wel te zien. Ik vind het niet leuk dat je dat zegt. Je moeder is een hoer. Jouw moeder is een tyfe stering lelijke koe. Moeder. Deze guy reageert met een aapje. Nou, ik lijk op een aap, dat hè? En daar ben ik trots op. Heb je ooit een vriendin gehad? Oh nee, laat maar, te lelijk. Dat is heel jammer deze. Nou, ja, ik heb een vriendin gehad en ik heb er nu zelf nog eentje. Nee, dat is trouwens niet waar ik ben. Sfeer single kut. Je lijkt op een open geknepen ui. Googelen. Open geknepen ui. Ik heb even research gedaan wat een open geknepen ui is. En hoe dat eruit ziet. Toen kwam ik eigenlijk op deze foto's. Ik vind het eigenlijk nog, ik vind het nog best wel mooi eigenlijk. Oké, okay, never mind. Dat vergeten we. Ik ben een open geknepen ui blijkbaar. Mats heeft nog steeds geen vriendin. Ja, daar heb je gelijk. Je neus is groter dan je toekomst. Prima neusje. Jij denkt dat je nu gangster bent, maar nog steeds kijkt niemand je video's. Gelukkig heb jij 176 volgers, Nisa. Mats zat in de peuterschool. De meester zegt: haal uw vinger uit uw neus. Mats zegt: maar we zitten toch voor niets in de peuterschool. Haha, waarom heeft Jesse meer abonnees? Hij groeit zeg maar mee op mijn succes. Nee, grapje. Ben je mens of een ruimtewezen? Dit is op zich niet echt een roast, want het is een vraag. En hier kan ik eigenlijk normaal antwoord op geven. Ik ben een mens. Je lijkt op mijn ex en dat is een goed teken, want hij lijkt op een aap. Blijkbaar heb jij ooit met een aap een relatie gehad, dus jij mag uiteindelijk ook niks zeggen. Ananas en pizza is een betere combi dan jij in YouTube. Dat is een grens, ananas en pizza. Daar ga je niet over beginnen. Iemand reageert gewoon... kut video. Daar heb je een soort van dislike op een video voor. Als je dit een kut video vindt, doe dan even like omlaag. Mats' humor is nog droger dan die witte crackers. Jouw hoofd is zo breed. Zelf Trumps privévliegtuig kan erop landen. Ja. Prima landing, man. Nou jongens, ik ben kapot gemaakt vandaag. Dankjewel. Gewoon nog even een roast op Thomas en Danny omdat ze deze week niet hebben geüpload. Poesties. Doe dat even. Houdt wel... aardig. Ik wil niet dat ze zo meteen mij boos appen. Hey Mats, wat heb je gedaan? Vieze flikker. Doe een blauw neefje omhoog. Abonneer hier beneden. En dan zie ik jou volgende week. Doei.